Welkom in Oudewater. Ik ben Nettie en we staan hier op de Visbrug. En er is hier ontzettend veel over te vertellen. En eigenlijk is over elke plek in Oudewater gewoon veel te vertellen. Als we nou eens beginnen met 1575, toen werd Oudewater ingenomen door de Spanjaarden en een deel van de stad werd verbrand. En als we hier zo staan, dan krijgen we daar de Wijdstraat. Daar was een heleboel verbrand. Maar aan de andere kant, bij de markt, daar is een heleboel blijven staan. Want we weten dus dat het Arminiushuis er in 1582 stond, als een mooi stenen huis. De Havenstraat, daar is ook best een heleboel blijven staan. Maar in de Kapellestraat, dat was nou precies waarop geschoten werd. Dus daar was ook wel een heleboel schade. Dus we zitten met een stad. In 1576 nemen de burgers hun eigen stad weer in. Een stad die echt opgebouwd moest worden. Die voor een deel gewoon echt verbrand was. En dingen die bijvoorbeeld helemaal plat lagen. Wijdstraat noemde ik al, maar ook Donkere Gaard. Daar is een heleboel plat gebrand. En dan krijg je natuurlijk even de vraag van hoe is die brand nou ontstaan? Daar zijn verschillende berichten over. Maar de oudste verslagen zeggen eigenlijk dat de burgers ook heel veel zelf in brand hebben gestoken. Omdat ze gewoon zagen van wij zijn het kwijt. En jullie plunderaars zullen het niet krijgen. Dus dan maar zelf. Maar er was natuurlijk ook een heleboel in brand geschoten. Dus hoe dan ook, er was schade. Een van de gebouwen waar ook heel veel schade aan was, was het stadhuis. Dat stond al op deze plek. Het zag er dus een beetje anders uit dan tegenwoordig. Het stadhuis was nog wel bruikbaar, maar de meubels waren verbrand, de ramen waren kapot, er was binnen een heleboel schade. Dus dat is, toen er weer voldoende geld was, is dat weer opnieuw opgebouwd. Waarbij ze trouwens wel veel oud materiaal hebben gebruikt. Want als je kijkt naar de stenen van de onderste helft van het stadhuis, die zijn een stuk groter dan de stenen die daarboven gebruikt zijn. En hoe groter de steen, hoe ouder de steen. Nou, brand was natuurlijk wel een thema bij die wederopbouw van de stad. En wat ga je doen als je een stad opnieuw opbouwt en je hebt niet zo snel stenen, maar je moet wel ergens wonen? Hout en een rieten dak. Heel leuk, gaat snel, heel goedkoop in die tijd, maar wel brandgevaarlijk. En daar hadden ze al snel hun twijfels bij. In 1582 komen de eerste brandvoorschriften. En dan zeggen ze dus, nieuw gebouwde huizen waar vuur in wordt gestookt, daar mag geen rieten dak op zitten. En als het rieten dak beschadigd raakt, dan mag het niet vervangen worden door een rieten dak. Dan moet er een stenen dak op. In 2 jaar later, 1584, worden ze nog strenger. Dan zeggen ze, als je vuur gebruikt bij je werk, touwslaan mag je geen kaarslicht bij gebruiken. Dat is brandgevaarlijk. Als jij kuipen maakt, moet je dat buiten, mag je binnen geen vuur hebben. Dat moet je buiten doen. Zo zijn er meer dingen die niet meer binnen mogen gebeuren waar geen vuur meer bij mag. En zelfs buiten. Een hele simpele. Er waren nog geen straatlantaarns. Die zijn pas in de 18e eeuw gekomen. Als je dus op straat liep met een lamp in het donker, dan mocht dat niet een kaars zijn, een open kaars of een toorts. Dan moest dat een lantaarn zijn, dus afgesloten met glazen ruitjes. Nou, weer een aantal jaren later, in 1593, toen konden ze eventjes, de proef op de som nemen. We hebben hier de Wijdstraat. Het is nu eigenlijk een vrij moderne gevel, helemaal recht van boven, leeuwtjes erop. Daar was toen een brouwerij. En die brouwerij is ook brandgevaarlijk. Dus daar ontstond ook brand. En dat was in de nacht en het was grote paniek. De haven hier lag vol met schepen. Er zijn 2 schepen op de kade getrokken, die hadden schade. Ze moesten met emmers natuurlijk bij dat water komen. Er zijn emmers in het water gevallen. Ze hebben het dak van de buren voor een deel moeten afbreken om goed bij de brand te kunnen komen. Er zijn mensen gewond geraakt. Na afloop waren ze in ieder geval blij dat niet de hele stad was afgefikt. Dus er werden 3 vaten bier gekocht door het stadsbestuur om gedronken te worden door iedereen die had meegeholpen bij de brand. Het wijgevoel was heel sterk in die tijd. Maar het was wel aanleiding voor wat strengere voorschriften. Of eigenlijk hulp om
de voorschriften na te leven. Want in een jaar later, in 1594, toen gaf het stadsbestuur subsidie op het verstenen van de daken. Wat bedoel je daar nou mee? Dat betekent dat je je rieten dak vervangt door dakpannen of daktegels of zelfs leien. Dat is nog duurder. Maar goed, oké, je krijgt in ieder geval subsidie. En zo is onder andere, weten we dat in dat jaar het huis Havenstraat 4 een stenen dak kreeg. En we weten dat ook bijvoorbeeld van het huis van Snellius van Rooyen, die op dat moment hoogleraar was in Leiden. En die had een huis in de Kapellestraat op de hoek van het Heilig Leven. Die kreeg ook stenen dakpannen op zijn dak in dat jaar. Want ja, subsidie, dat moet je mooi meenemen natuurlijk. Niettemin, er zijn nog heel lang houten gevels geweest in Oudewater. Ze zijn er nu niet meer. Maar we weten dus dat de eigenaar van Havenstraat 9... op een gegeven moment in zijn testament zette dat zijn kinderen recht hadden op een bepaald bedrag mocht zijn huis afbranden. En dan weet je dus van nou, dat zou wel eens een houten huis geweest kunnen zijn. En als je nu op de gevel kijkt, dan zie je daar ook een jaartal op. En in dat jaar is daar dus een stenen huis gebouwd. Als je meer wil weten, dan kun je rondleiding volgen bij de tip. En dan gaan we verder door de stad.